Bobby, zou jij zo vriendelijk willen zijn om aan de kijkers te vertellen welke rol ik ga spelen in On Your Feet? Ik zal het even vertalen. Ik ga de rol spelen van Consuelo en dat is de grootmoeder van Gloria. Ik mag komend seizoen de rol van Gloria spelen. Nou ja, de moeder dan. En ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind echte verhalen het allerleukste om te vertellen. En vooral die moederrol die ik ga vertolken. Ik maak me ook zorgen om mijn kinderen. Wat zij gaan doen, wat ze gaan studeren, waar ze heen gaan. Dus ja, ik vind het geweldig om te doen. Mooi. Ik heb begrepen dat de grootmoeder er de hand in had dat Gloria uiteindelijk in het vak is gerold. Omdat Gloria zelf psychologie studeerde en een beetje een typetje van op de achtergrond was. En oma zag haar talent en heeft haar gepusht in de richting van de muziek. Ik ben met salsa opgegroeid. Ik ben Zuid-Amerikaans en vroeger al mijn neefjes, ik moest salsa dansen. Ik mocht natuurlijk gewoon niet gewoon als een stijve hark op een feestje staan. Dus we hadden altijd salsa feestjes en dus het is bij mij met de paplepel ingegoten. De crossover van muziek Latin, salsa en... Ja, natuurlijk onvervalste gezellige disco. Dat was mijn tijd toen ik 15, 16, 17 was. Dus dat is dan alle tijden goed. En ik hou heel erg van salsa. Dus ik hoop, dat weet ik niet zeker, want ik ken de voorstelling nog niet. Maar ik hoop dat er veel van dat in zit. Maar het is gewoon vrolijke muziek.